Bestaat dat nog, dat glazen plafond? Ja, ik ben ervan overtuigd dat het nog altijd bestaat. Ik denk dat vrouwen in deze maatschappij ook wel heel veel kansen krijgen. Nee, voor mij bestaat het glazen plafond niet. Drie vrouwen met een mening over het glazen plafond. Dat zegt dat vrouwen maar heel moeilijk kunnen doorstoten naar absolute topfuncties. Maar over één zaak zijn ze het wel eens. Er is al een hele lange weg afgelegd en er zijn wel degelijk kansen. We moeten eerlijk zijn dat we soms als vrouw wel een keer een duwtje nodig hebben om de stap te durven zetten. Maar ik vind ook dat we niet te veel moeten bepamperd worden. Als we een kans krijgen, dan moeten we ze ook met twee handen aannemen en moeten we er ons ook volop voor inzetten. Maar ook op lokaal niveau zijn er toch nog verschillen. De vrouwelijke burgemeesters in onze streek bijvoorbeeld zijn op één hand te tellen. Katja Gabriels is eerder een uitzondering. Dus ik zou ook liever hebben dat ik veel meer vrouwelijke collega's heb. In de maatschappij leeft inderdaad misschien nog het idee van een burgemeester is per definitie een iets oudere man. Dus daar moeten we misschien toch nog wel aan werken. Dus vandaar toch een oproep aan jonge mensen om daar geen schrik voor te hebben en toch die stap te durven wagen. Maar dat doe je dus door jonge vrouwen aan te moedigen en niet door bijvoorbeeld nog meer quota in te voeren. Ik denk niet dat er bijvoorbeeld qua wetgeving of qua regelgeving dat we nog veel verder kunnen gaan. We hebben al positief gediscrimineerd door onder andere die quota op de kieslijsten. Maar ik denk dat het daar eigenlijk wel stopt. Ik denk in de huidige maatschappij dat er toch weinig verschil tussen jongens en meisjes wordt gemaakt en dat we op die weg moeten verder gaan. Dus het wordt alleen beter? Het gaat alleen beter worden.